Maar aan de andere kant, in de formele zin, zien we ook het politieapparaat daar. Dat enorme ondersteuning nodig heeft bij haar optreden. En ik kan me gelukkig prijzen toen ik minister van Justitie en Politie was. Hebben we direct na ons aantreden met minister Defensie, de heer Fernand, een overeenkomst getekend over structurele samenwerking tussen het Nationaal Leger en het Korps Politie Suriname. Met name optreden in het binnenland. En daar wil ik met name op focussen. Dat we nu een groot prijs hebben in de wereld. Van meer dan 2000 US dollar per trooi ons. Hoeveel verdienen wij eraan? In deze tijd van crisis? Gelukkig heeft de Raad van Ministers al een besluit genomen. Dat die orde en de grootsector... Maar ook een speciaal team gaat kijken naar die grootsector. En snel maatregelen gaat treffen... Dat we kunnen verdienen uit deze sector. Niet die sector kapot maken, afbreken. Regulerend optreden. Begeleidend optreden. Wegmalen, quick gebruik om ons milieu te beschermen en samenleving te beschermen. Maar milieuvriendelijke wijze begeleiden. En met een goed beleid van de regering. En al die mensen zullen 100% ook bereid zijn om mee te werken. Dat een deel van de inkomsten. Gaat naar onze staatskas. Dan profiteren we uit onze nationale rijkdommen. Maar ook die grote uitdaging van grote oliefondsen. Dat zijn die grote uitdagingen voor het nationaal leger. Om onze natuurlijke hulpbronnen te beschermen. Om onze wateren te beschermen.